Wel, dat was een kannibaal die lag te maffen in zijn hangmat en zijn vrouw met een stok aan het porren. Ze zei, luurik, ga een keer iets gaan jagen. En dan hebben we van de avond geen eten en pakt onze kleine mee dat en dat leert. Die kannibaal met zijn lans de toer wat in, die kleine met zijn boogje daarachter. En na 4 uur strompelen zien ze daar een heel schoon jong meisje die zijn een beeksje aan het drinken met haar bloot gat omhoog. En die kleine zegt, kom papa, pakken ze mee naar huis en we weten ze op. En die pa zegt, nee, we gaan ze vangen, we pakken ze mee naar huis en we fretten ons moeder op. Ja. Ja. Nu ik. Ik vond het wel een goeie, hè. Nu lijkt het alsof ik niet moet lachen, maar ik doe mijn best. Waarom is Jezus niet in Holland geboren? Dat is een raadseltje. Hoe kan ik dat nu weten? Ze vonden daar geen 3 wijzen. Ja. Oké. Nog één van mij. Er was één die wou die wou in het Guinness Book of Records komen met de kleinste piemel ter wereld. De allerkleinste. En heel zijn familie was daar al, zijn fans. Want in een kotje stond er een deurwaarder. En... ja, allemaal cameraploegen en zo. En die gast binnen, zeker was een stuk. En dan komt hem buiten met een lang gezicht. Who the fuck is Justin Bieber? Shit. Allee, dat had ik totaal niet in komen. Ik ben verloren, denk ik. Ja, de basis is gewonnen. Ja, het is toch maar doen. Hele jaar.